de mensen ons samen zien, hè? Als wij samen zijn, dan denken ze altijd dat ik van ons tweeën de Jood ben. Ja, omdat ik er meer als een Jood uitzie dan jij. Jij bent een Jood, ik ben een Duitser, en toch zie jij er minder uit als een Jood dan ik. Zal ik jou dat vertellen? Je ziet er helemaal niet uit als een Jood. Je ziet eruit zoals mensen denken dat een Jood eruit ziet. Zoals ze vinden dat een Jood eruit moet zien. En daarom denken ze dat jij een Jood bent. Er is helemaal geen verschil tussen een Duitser en een Jood. Jawel. Nee? Ja, er is wel een verschil. Er is zelfs een heel groot verschil. Oh ja, wat is het verschil dan? Jij bent besneden, ik niet. Oh ja, oké, nou. Ja, dat klopt. Ja. Wat? Nou, die besnijdenis, die zou ik wel eens willen zien. Wat? Hoe dat eruit ziet dan. Nou, daar is helemaal niks aan te zien. Ik heb gewoon precies dezelfde pik als jij, alleen is hij net iets anders. Ja, dat bedoel ik. Ja. Net iets anders. Dat zou ik dan wel eens willen zien. Of vind je dat vervelend? Nee, nee, helemaal niet. Ik wil dat je mijn pik nu? Nee. Nou, even mijn pik laat zien aan jou. Ja, of zie je er erg tegenop? Nee. Oké. Komt er iemand aan? Nee. Kijk maar. Ah, dat is hem dus. Ja. Dat dan weer aangroeit. Hè? Huh? Nou, je bent besneden, dat snijdt een stuk van je pik af, toch? En dat groeit dan toch weer aan. Ja, jij maakt het helemaal mooi. Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, ze snijden een stukje van die voorhuid weg. Kijk, wat rond die eikel, dat halen ze weg. En dat heb ik thuis al in een doosje, dat bewaar ik. Nou, heb je het gezien? Mm-hmm. Oké, poppetje gezien, kastje dicht.